Wow, wat? What the fuck? Nou, jongens en meisjes, kijk dan. Let op. Oh. Wow, man, dit voelt zo raar aan. Ah. Ah. Dit voelt zo... Dit smaakt fucking lekker. Wow. Yo kijkers van Doe Maar Gamen! Super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag, jongens en meisjes, gaan wij toch wat speciaals doen. We gaan namelijk met zand spelen. Nee, even serieus, jongens en meisjes. Ik was laatst op een nogal vreemde Amerikaanse website aan het kijken. Nee, niet zulke vreemde Amerikaanse websites. Daar kijk ik alleen op zondagavond op. Nee, even serieus, jongens en meisjes. Ik zag een hele grappige website voorbij komen. En op die website waren er allemaal grappige gadgets te koop. Inderdaad, van die dingen waar je een vermogen voor betaalt, maar eigenlijk nooit gebruikt. Net een rommelmarkt. In ieder geval, jongens en meisjes, toen ik op die website aan het kijken was, was er iets wat mijn aandacht trok. Niet letterlijk, het zou een beetje eng zijn als er in één keer iets uit mijn computerbeeldscherm zou komen en in één keer mijn aandacht zo pakken, weet je wel. Dan zou je namelijk technisch gezien aan mijn tepels zitten en dat doen vreemdelingen bij me niet. In ieder geval, ik zag namelijk iets genaamd Smart Mesh Kinetic Sand. En daarom zei ik ook in het begin van deze video dat ik met zand zou gaan spelen, want dit is namelijk een soort van zand, wat aanvoelt als water. Magie. Het leek mij super grappig om hier een video van te maken. Dus jongens meisjes, knal natuurlijk massaal even een like op deze video. Als jullie meer video's willen waarin ik verschillende soorten gadgets onder de loep ga nemen. Geen idee waarom ik dit soort gebaren daarbij maak. Mua, 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 mua. In ieder geval, ik ga hem openmaken. En daarvoor heb ik waarschijnlijk een klein mesje nodig. Een klein mesje. Die bijna even groot is als mijn hele lichaam. Maar dat even terzijde. Ik ga dit openmaken, want ik ben super benieuwd hoe dit waterige magische zand in zijn werking gaat. En hoe het aanvoelt. Ik heb hem open, jongens en meisjes. Het is me gelukt. Na al die jaren getraind te hebben voor het openmaken van plastic dingen of iets, is het me gelukt. En jongens en meisjes, ik heb het hier. Ik ga het openmaken. Oftewel, Smart Mesh Kinetic Zand. Wat dus eigenlijk gewoon zand is, wat op een hele aparte manier zou moeten aanvoelen. Oh, dit ziet er zo mooi uit. Is het raar dat ik de neiging heb om hier nu aan te gaan likken? Nee, Job, niet doen! Oké, ik ga het voelen. Ik ben super benieuwd. Ik heb natuurlijk twee camera's klaarstaan voor als het op de tafel valt. En dan kan ik dat namelijk ook filmen. Maar natuurlijk ook deze camera waarin jullie extra goed kunnen zien. Wow, wat? What the fuck? Dit ziet er zo raar uit. I don't know what it is, maar het lijkt wel... Wat? Dit het ziet er misschien op camera heel anders uit, maar dit voelt zo raar. Je hebt echt gewoon het idee alsof je... Wacht. Oké. Kijk dan. Het is echt een soort van water. Oh my god, het voelt zo raar. En het... Oké, wacht. Ik ga er iets van bouwen. Ik kan dit. Ik ga een mannetje proberen te maken. Of nee, ik ga een Illuminati driehoek ga ik maken. Serieus, vroeger toen ik op het strand een zandkasteel aan het bouwen was, ging het al mis. Dus waarschijnlijk nu ook. Maar kijk, zeg maar als ik het zo doe. Het is net water. Oh, dit voelt zo raar. Wacht, ik ga een tiet maken. Is het raar dat ik een tiet aan het maken ben van zand en dat aan het filmen ben? Nee. Oké, pak even al het zand weer terug. Op een of andere manier is het ook niet van dat zand dat overal tussen gaat zitten. Kijk, dit is zo raar. Het voelt zo ongelooflijk raar aan. Oké, wacht. Ik ga één grote zandbal ervan maken. Moet natuurlijk een tiet gaan worden. Ik kan het ook gewoon niet oppakken. Ik kan het niet oppakken. Dit is zo raar. Kom op, tiet. Nou, jongens en meisjes. Kijk dan. Let op. Oh. Wat gebeurt er met dit shit? Als ik het nu op de tafel laat droppen. Let op, jongens en meisjes. Dit is net magie. Ik kan het niet uitleggen, maar het is heel apart. Wow, man. Dit voelt zo raar aan. En nog steeds heb ik de neiging om het op te eten. Al weet ik dat het niet handig is om te doen. Oké, wacht. Wat gebeurt er als ik het op mijn hoofd neer zou leggen? Oké, dat werkte niet. Poging 2. Magisch zand op mijn hoofd. Ah. Ah. Dit voelt zo... Dit smaakt fucking lekker. Wow. Nee, het smaakt toch niet zo heel lekker. A few moments later. Ik weet serieus echt niet wat het is, jongens en meisjes. Het is, op camera ziet het er heel anders uit, maar het voelt zo apart. Kijk, het is echt een soort van water. Ik kan het niet uitleggen, maar...
Oké, nou ik denk dat we genoeg met zand gespeeld hebben voor vandaag. Als jullie dit nou leuk vonden, jongens en meisjes, knal dan massaal even die like. Ik kan dan misschien nog wel een keer een speciaal gadget kopen, wat ik dan voor jullie zou kunnen gaan opnemen. Ik heb namelijk gehoord dat er ook een ander soort zand te koop is, wat nog magischer is. Als jullie daar dus benieuwd naar zijn, knal dan massaal even die like. Abonneer op Doe Maar Gamen voor meer video's. En dan ga ik nog even één keer proberen een goede tiet te maken. Want ik weet dat ik het kan. Wacht, we pakken even de helft pakken. Dit voelt zo raar. Het voelt als water. Het voelt echt als water. Het is heel apart. Ook op mijn camera valt. Oké, kom op. Even een goede tiet. Ik heb ooit een tietenopleiding gedaan. Toen leerde ik tieten maken. Dus dit moet ook lukken. Ik moet eerlijk toegeven. Oh my god, er valt een tepel er weer af. Dit is gewoon een borst. Kijk, let op, hè. Het is water. Kijk, het glijdt uit elkaar. Het is zo ongelooflijk raar. Maar ja, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van deze video. Laat een like achter. Zou ik deze in één keer in mijn mond kunnen doen? Ik ga het gewoon proberen. Ik heb zin in wat magisch zand. Nee, het smaakt toch niet helemaal zoals het hoort te smaken. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Maar misschien alweer een video waarin ik een nieuw gadget ga laten zien. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bedankt mensen.